Oef, dat is wel een beetje donker wat het nu is. Zo, dat is iets beter. Welkom. En deze video in de handicapslijst gaat over het niet kunnen verzilveren van je sterke kanten. Daar wil ik toch wat meer over laten zien hoe dat in de praktijk eruit ziet. Ik heb bijvoorbeeld hier dit lijstje gemaakt waarbij ik omschrijf van de dingen die ik kan doen. Opruimen van kastjes, kamers schuren, stukjes administratie, overzichten maken, kan zelfs als een accountability, buddy dienen, integratiewerkzaamheden, computerproblemen oplossen, tuinwerkzaamheden en schoonmaakwerkzaamheden. Nou. Ik heb ik ben naar school geweest, maar ik ben vanwege stomme dingen in het verleden ben ik eruit gevallen. En het feit dat ik dit nog steeds niet met droge ogen kan vertellen en met een stabiele stem. Ook al is het meer dan 15 jaar geleden. Het zit me nog steeds heel erg dwars. Want, ja. Doordat ik geen vak heb kunnen leren, ben ik maar een beetje een manusje van alles. En ten eerste snap ik eigenlijk niet zo goed waarom ik het zo erg vind. Ik heb wel mijn theorieën, maar ja. Ik zou zo gewoon zo graag trots willen zijn op ditgene wat ik allemaal kan aanbieden. Dat ik gewoon heel erg breed inzetbaar ben en altijd bereid ben om dingen aan te pakken. Maar dan raakt gewoon het volgende puntje dat ik heb niet echt de indruk dat mensen hierop zitten te wachten. En dat is gewoon zo zuur dat datgene waar je goed in bent, dat daar gewoon geen behoefte aan is. Laat staan om voor te betalen. En ook al heb ik er dit dus erop staan, ik doe zo nu en dan eens een keer een oproepje. Maar dit is toch wel echt mijn meest uitgebreide oproepje. Want ik had gewoon een helder moment dat ik dacht van nou, ik schrijf dat allemaal op. En ja, ik krijg wat hartjes van al mensen vinden het misschien wel leuk, maar opdrachten komen er in ieder geval. En dit is dus die pijn die je voelt van dat je gewoon niet. Dat je niet gewild bent. En ik heb gewoon een paar mensen in mijn omgeving die echt omkomen in het werk. Die worden voor van alles nog wat gevraagd. En die moeten meer nee verkopen dan ja. Gewoon op basis van wat zij kunnen. En waar ze goed in zijn. En dan precies het tegenovergestelde, dat ben ik. En dat doet gewoon pijn. Dat doet gewoon serieus pijn. En ik maak deze video's ook om gewoon een gezicht te geven aan dat ik niet geloof dat ik de enige ben met dit probleem. Ik denk ook dat meerdere mensen het hebben, maar dat niet zeggen of niet durven naar buiten te brengen of ja dat hun eigen tranen niet op beeld willen staan. En ik heb zoiets van, nee, laat het maar gewoon zien. Laat mensen maar horen dat je stem breekt. Want het doet wat met je. Het
genaagd aan je zelfbeeld. Want dan kun je wel zeggen van, ja, maar Robert, waar laat je omscholen? Maar dat gaat gewoon helaas niet zo makkelijk. Niet ten eerste omdat ik gewoon de financiën er niet voor heb. Ten tweede omdat ik heel lang al uit de schoolbanken ben. En ik denk dat daar echt aandacht voor moet komen. Dat even je laten omscholen, dat is er niet bij. Dat is net zoiets als eventjes integreren. Dat sommige onderwerpen, dat doe je niet eventjes. Een taal leren, doe je ook niet eventjes. Je veters strikken, dat doe je eventjes. En zelfs al zou ik me om laten scholen, dan is dat nog steeds geen garantie dat je opdrachten en werk binnenkrijgt. Dan is het nog steeds ploeteren en zoeken om betaalde klanten te vinden. En ja, dan heb je ook nog eens zelfs een studieschuld erbovenop, wat ik dat nu niet heb. Dat is het gewoon allemaal niet waard. Het zou gewoon zo fijn zijn als, hoe zou ik het zeggen? Ik zie gewoon een wereld voor me waarbij als iemand iets post, dat hij dan met gemak ook het werk daarvoor vindt. Dus gewoon zeggen van, hey, ik ben hier en hier goed in. Dat er dan binnen een dag, bam, 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 de opdrachten klaar liggen voor diegene. En dat hij ze gewoon één voor één kan afwerken en zich kan richten op zijn werk doen. In plaats van al het gedoe eromheen met het verkrijgen van het werk. En ja, maar zo zit gewoon de wereld niet in elkaar. Dus ik ben eigenlijk gewoon geboren op een plek die gewoon, ja, kut is. En dan zeggen we nog wel dat Nederland nog wel een van de leukste plekken van de wereld is. En ik vind zelfs Nederland niet eens leuk. Niet leuk genoeg. Waar kun je dan nog terecht? Ja, wat kun je hier nou over zeggen? Ik zou het gewoon anders willen zien. Dat is het gewoon. En dat je gewoon kansen krijgt om je te bewijzen. Want vooral dat stukje van werk krijg je werk. Ja. Maar daar zit de hele fout. Je moet ook werk kunnen krijgen van geen werk. Want anders dan is werkloos zijn is gewoon een eindstation. Is dan vergelijkbaar met ongeneesbare kanker. Het zou toch niet moeten zijn. En dit probleem dat ik dus alleen met dat ik dit soort dingen nu kan doen. Omdat voor alle andere werkzaamheden heb je een diploma nodig. En ik, naast dat ik gewoon niet zo goed ben om in de schoolbanken weer te gaan zitten, waar ik echt heel lang uit ben, dan moet ik echt weer, nou, ik denk niet dat direct goed gaat. Kan ik mij ook niet voegen naar policies en bedrijven. Ik moet het echt hebben van particulieren. Waarbij er gewoon niet zoveel bach en bullshit en regels is. En gewoon meer van in overleg van, nou oké, dit gedaan wordt. En ik ook de ruimte en autonomie krijg
om A, mijn werk te doen en ook een beetje het inspraak te hebben over hoe ik het doe. En als dat te veel vastgelegd ligt, dan gaat dat al vrij snel met mij schuren. Omdat doorgaans hoe mensen de wereld hebben ingericht en regels en systemen hebben ingericht, heel erg haaks staat op hoe ik werk en denk. En ik ga niet zwemmen in een vijver waarvan ik weet dat ik daarin zal verdrinken. Ik ga dat niet eens proberen. Ik ga ook niet eens een pootje baden, wat dan ook, want ik weet zodra ik die waterlijn raak, zak ik direct erin weg. Dus ik ben gewoon, hoe zou ik het zeggen? Vastgeketend aan dat ik met particulieren moet werken die mij, ja, bereid zijn om mij een kans te geven. En die zijn gewoon far and few between. En ja, dat draagt ook gewoon bij aan dat het niet zo makkelijk is om aan werk te komen. Want particulieren willen doorgaans niet andere mensen inhuren, heb ik het idee. En ja. En dit is dus al mijn leven al voor 15 jaar. Dat ik altijd heb moeten proberen om voor mezelf mijn eigen werk te creëren. Maar zelfs daarin werkt het niet. En ik vind het gewoon zo jammer dat de enige manier hoe ik nog iets van waardecreatie kan doen, is door dit soort filmpjes te maken. Ik vind dat eigenlijk best wel afgaan. Maar ja. Ik denk dat ik er nog eens een keer in een andere video heel hard over moet nadenken en met mezelf in debat moet gaan waarom ik dat zo erg zou vinden. Waarom vind ik het zo erg om dit tot mijn werk te maken? Wat heb ik daarop tegen? Nou, waarschijnlijk dat ik het niet als werk zie, maar meer als een soort van noodgedwongenheid. Waar je niks mee verdient. Althans, ik zou willen dat ik miljoenen views heb. Maar ja, ik ben niet zo van dat flitsende snelle om de seconde een andere plaatje laten zien. En mijn onderwerpen zijn vaak wat meer ja, persoonlijk dan algemeen. En dan heb je gewoon een kleinere doelgroep en ja. Ja, ik heb er wel genoeg van gehad nu. Ik ben te verdrietig.